opnames? Ja, Nootje, momenteel. Ja, je weet, met die quarantaine allemaal, kunnen we nu niet echt veel doen natuurlijk, hè. Mm-hmm. Maar ik hoop dat het zo snel mogelijk gedaan is, hè. Ja, dat is wel lastig, hè, dat je zo allemaal dingen gepland hebt en zo. Ja, inderdaad. Allee, we hadden, band 3 hadden wij dan voor op te nemen. Dat moeten we allemaal verplaatsen, ja, hè, maar ja. Premières en zo. De première, inderdaad, hè, van Viva Brexon. Ja. Ja. Spijtig, hè. Maar ik zal de rest nog op de hoogte houden en zo, en contacteren, ja. En dan goed. Ja, dat is goed. Oké, ja, dag Nootje. Dag. Jo. Ja. Alle projecten in het water momenteel, maar ja, je kunt er niks aan doen, hè. Ja. Ja. Goed, ja. Ik kan er niet veel aan doen natuurlijk, hè. Daarom gaan we nu eigenlijk heel de productie, hè. Studio Brent ligt nu ook een beetje in een lockdown. Iedereen is thuis, we kunnen niks niet meer opnemen. We hebben redelijk wat projecten op komst. Ook moeten allemaal afschrappen. Spijtig genoeg, maar daarmee dat wij gedacht hebben om een klein project op te stellen en dat wel haalbaar is tijdens deze lockdown. En dat is de bal in quarantaine. Dus dat zijn alle, heel simpel gewoon, alle typetjes die ik ooit gespeeld heb, komen dan eens aan bod. Hoe het is in hun dag. In de quarantaine eigenlijk. En er zitten ook 3 nieuwe mensen bij, dus ik ben benieuwd wat jullie er allemaal van gaan vinden. En meer kan ik natuurlijk niet zeggen. Hopelijk op een spoedig weerzien natuurlijk. En dat we direct kunnen beginnen met nieuwe projecten. En dat wij jullie terug kunnen zien op een avant-première bijvoorbeeld van een film. Of weet ik veel wat allemaal. Tot in een draai, laat ons zeggen. En zeker en vast een goede gezondheid. En tot ziens.